Nu ben ik zelf echt al iemand met een concentratie van een zeekoe. Maar op het moment dat het echt hele prikkelbare periodes zijn, zoals nu met de feestdagen, gaat het bij mij echt bergafwaarts. Ik kan me echt heel erg slecht concentreren en daardoor ervaar ik een beetje stress. Nu ben ik een beetje gaan zoeken op het internet en nu merk ik dat ik eigenlijk helemaal niet de enige ben dat heel veel studenten daarmee kampen. Nou, nu wil ik natuurlijk weten hoe ik al die prikkels ga verminderen. Want concentratie en stress, dat zijn natuurlijk factoren die elkaar alleen maar versterken. Nu kan ik dat zelf op het internet gaan opzoeken, maar ik vind het zelf heel veel fijner om met iemand te praten die er echt verstand van heeft. En daarom ga ik een gesprekje aan met Jerke van der Woerd. Hoi! Hoi! Jerke, wie ben jij en waarom praat ik nu met jou? Ik werk bij de HVA, bij studentenzaken. En ik denk dat je met mij praat omdat we het gaan hebben over focus bij studenten. Ja. En daar zijn wij in ons werk veel mee bezig. Hoe komt het dat er zo onwijs veel studenten nu kampen met concentratieproblemen? En zelfs heel erg veel stress ervaren daardoor? Ja, ik denk dat er twee echt belangrijke factoren zijn. Ja, je moet echt binnen 4 jaar afstuderen, soms binnen 5 jaar. Maar ja, we hebben vaak ook nog een bijbaantje erbij, waardoor je minder tijd hebt. Dus alles moet snel. Dat kost natuurlijk veel energie. Dus daar ervaar je best wel veel stress van. En het andere is denk je wordt zo snel afgeleid door je telefoon en door social media en je laptop en zo. Dat gaat zo snel. Dat zijn heel veel prikkels. Ja, daar hebben mensen echt last van, die prikkels. Die moet je echt proberen uit te sluiten. En dat uitsluiten, hoe doe je dat dan? Want het is best wel lastig om af en toe je telefoon weg te leggen. Dat begint denk ik bij een goede ruimte. Het hangt ook heel vanaf waar je gaat studeren. Het moet een lekkere plek zijn. Dus het kan in de bibliotheek zijn bijvoorbeeld, of misschien heb je thuis een fijne plek. Ja. En je telefoon, ja, als je hem niet nodig hebt, dan zou ik hem echt wegleggen. Maar echt wegleggen aan de kant. En als je toch weet dat je informatie van je telefoon nodig hebt, pak dat dan van tevoren even. Zodat je daarna echt even rustig kan gaan werken. Ja, ja. Dus als je jou zou vragen van of je tips hebt om dus concentratie gewoon wel te hebben. Is dat dan ook de tip die je hebt? Of heb je dan ook meer een soort van stappenplan of zo? Want ik ben echt heel slecht. Ik ben echt een concentratiemens. Nou, wat het leuke is van aandacht en het hebben van focus, is dat het een beetje werkt als een spier. En een spier, weet je natuurlijk van de sportschool, die kan worden getraind. Ja. Dat betekent dat je klein kan beginnen. En focus, en dan kan je heel klein beginnen, 20 minuten, 30 minuten en zo bouw je dat langzaam op. Dus je hoeft niet meteen een uur gefocust te werken en dan echt te balen als het niet lukt, want het ging klein. Okay. En wat sowieso echt een gouden methode is, waar ook veel onderzoek naar is gedaan. De gouden tip. Pomodoro methode, dat is bedacht door een Italiaan en die heet Pomodoro. Pomodoro pizza krijg je dan ofzo? Nou, deze man had een wekker en die leek op een tomaat. En Pomodoro in Italiaans leek een tomaat. Dus daar is de naam van de methode aan ontleend en hij zette de wekker op 45 minuten. 45 minuten geconcentreerd werken en daarna 15 minuten gewoon even heel wat anders doet. Dan kan je daarna weer echt gefocust werken. Okay. En dat kan je een dag lang volhouden. Daar ben jij mee bezig nu? Ja, we hebben samen met de bibliotheek van de HVA Studie Focus ontwikkeld. Dat is een project waarbij studenten nog onder begeleiding die methode kunnen toepassen. Ja. Dan kom je binnen, leg je je telefoon in een bak. Ja. En er is ook gratis koffie en thee. En we doen soms ook yoga workshops eromheen. Oh, dat je echt lekker ontspannen en gefocust aan de slag kan. Dit is van de HVA? Dit is van de HVA. Oké. Okay. Ja. Ik wil hem niet voor opgeven, denk ik. Nou, als je het echt wil vinden, kan je de hva.nl/studiefocus. Oké. Okay. En we hebben nu dus een hele drukke periode voor de boeg met kerst en oud en nieuw. Maar op het moment dat ik ga studeren, dan zit ik eigenlijk niet meer helemaal in mijn studie. En dan heb ik nog steeds een soort van, oh kut, ik ben wel met mijn studeren bezig. Maar dan komt er in mijn mind in één keer van, oh ja, cadeautje voor mama regelen. Dit en dat. Hoe ga ik dat verminderen? Nou, er zijn een aantal dingen mogelijk. Je kan mediteren of misschien iets van yoga van tevoren doen. Het kan ook helpen om de dingen waarvan je weet dat ze achter in je hoofd zitten, die even op te schrijven. Dan weet je, oké, ik ga ze niet vergeten, want straks als ik klaar ben met studeren, dan pak ik ze weer op. Ja. En het kan ook helpen om met anderen te gaan studeren. Dus zeggen, nou, er zijn misschien 4 of 5 mensen die ook echt even wat moeten doen in zo'n periode. Nou, dan ga je dat gezamenlijk oppakken en dan kan je elkaar ook even steunen. Dan is de verleiding om toch even naar de winkel te gaan om dat cadeautje te kopen misschien net wat kleiner. Ja, oké. Okay. En opschrijven, is het beter om met pen en papier te studeren? Ik denk dat het technisch niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat het grootste risico is van werken op de laptop. Dat de prikkels weer binnenkomen. Prikkels, ja. Prikkels. Dus eigenlijk, het is een beetje op het moment dat jij echt gefocust wil werken, ga je dus 45 minuten werken en een kwartier 20 minuten rusten. Ja. En je zorgt ervoor dat alle prikkels niet jouw kant op kunnen komen. Absoluut. Ja, hou ze lekker buiten de deur. En heel belangrijk, zeker met dit soort dingen, als iets is gelukt, beloon jezelf dan. Je mag successen ook vieren. Dat is me vandaag gelukt om 2 uur gefocust te studeren. Nu ga ik echt even wat leuks doen, dat heb ik ook verdiend. Dus beloon jezelf en 4 successen. Ja, merk jij dus dat het voor jou ook echt allemaal een beetje te veel wordt? Onthoud gewoon de tips van Jerke. En dan gaan wij er met z'n allen een onwijs leuke, maar vooral hele chille kerst van maken. En natuurlijk een onwijs mooie 2019 gewenst.
Wil jij in 2019 ook nog hele mooie video's van ons zien? Dan is deze knop de abonneerknop die jou gaat helpen. En wil jij ook nog een hele leuke video zien van mij die de HVA Pride ontdekt? Dan is dit de video die jij wil zien. Doei doei, tot 2019! Raar om dat te zeggen.